In deze tutorial laat ik een alternatief zien voor de standaard fillet functie. Nou, de hoofdvorm die hier te zien is, die kun je afronden met een standaard fillet. Dat ziet er zo uit. En dan zie je dat de breedte van die filletrand verloopt over de omtrek. En bovendien is de overgang van het bovenvlak naar de fillet is erg abrupt en niet erg mooi. Nou, in plaats daarvan kun je zelf een loft surface gaan modelleren. Waarbij je de vorm van de overgang tussen het zijvlak en het bovenvlak helemaal zelf in de hand hebt. Nou, in het zijaanzicht ziet het er dan zo uit. Dus de loftfunctie die heeft een zelfgedefinieerde startlijn en eindlijn. Terwijl de standaard fillet die heeft een verlopende lijn. Omdat de hoek tussen het bovenoppervlak en het zijvlak verloopt over de omtrek. Nou, dan zou je tenslotte ook nog het bovenvlak een lichte kromming kunnen geven. Waardoor je een nog mooiere afrondingsovergang kunt creëren. Om deze vorm te maken begin ik met een schets op het frontplane. Met een aantal constructielijnen en één fillet. En die komt tangent aan op de horizontaal aan de onderkant. En die ga ik vervolgens een 360 graden revolve geven over de middenas. Dan maak ik die schets weer zichtbaar. En dan gebruik ik de bovenste schuine lijn om de vorm mee af te snijden. Dus die neem ik over met Convert Entity. En die verleng ik daarna, dat die in ieder geval door het hele model heen steekt. En dan zorg ik met een Extruded Cut dat de bovenkant verwijderd wordt. Goed. Dan kan ik allereerst laten zien wat de standaard fillet voor resultaat geeft. Nou, die zou er zo uitzien. Die fillet feature die suppress ik meteen weer. En dan ga ik in plaats daarvan zelf een loft creëren. Kijk, dat zijaanzicht dat heb ik nog vaak nodig, dus dat sla ik even op. Dan maak ik de eerste schets weer zichtbaar. En nu neem ik de onderste schuine lijn over in een nieuwe schets in het frontplane. En die projecteer ik op het zijvlak met de functie splitline. Als vlak selecteer ik face 1 en hij heeft al de huidige schets geselecteerd als de geometrie die ik daarop ga projecteren. Nou, die functie splitline, als ik de schets weer even hide, die verdeelt dat zijvlak, wat eerst één zijvlak was, wordt nu verdeeld in twee afzonderlijke surfaces. Datzelfde dat ga ik ook doen op het bovenvlak. Dus ik open een nieuwe schets op het bovenvlak. En als ik dat vlak geselecteerd laat en op Convert Entity druk, dan heeft hij de hele contour overgenomen als een schets op dat vlak. En dan maak ik even een constructielijn van, die ik vervolgens offset naar binnen. Dan sluit ik die schets af en die projecteer ik vervolgens ook als split line op dat bovenvlak. En dan is te zien dat die twee surfaces rondom de rand, dat dat losse surfaces zijn geworden. En als ik ze beide selecteer, dan kan ik ze ook allebei deleten met de functie delete face. En dan verandert hij het solid model wat we net nog hadden
verandert die weer in een service model met twee losse services. En dan kan ik vervolgens met de service loft feature kan ik zelf een loft service tussen die twee services leggen. En daarbij is het van belang dat die groene punten die dan in beeld verschijnen, dat die mooi tegenover elkaar liggen. Nou, nu laat hij een preview zien met een soort rechte lijn tussen die beide services. Maar door de start en de end constraints op curvature te zetten, kan ik zorgen dat die mooi tangent aankomen op die vlakken. En nou kan ik de vorm van die loft kan ik nog sturen door de handles van die loft curvature zelf te manipuleren. Nou, in dit geval laat ik ze bijna op default staan. Default is 1 en de handle van het bovenvlak die geef ik een iets grotere waarde. En als ik hem dan accepteer, dan is goed te zien dat er nou een veel mooiere surfaceovergang gecreëerd is. Wat ook te zien is, is dat dat bovenvlak qua beeld nog steeds een vrij abrupte overgang naar de surface loft geeft. En dat kun je nog net iets mooier maken door dat bovenvlak een lichte bolling te geven. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, open ik een nieuwe schets op dat bovenvlak. En neem die contour weer over. En nu ga ik die surface loft even suppressen, want die kunnen we straks niet meer gebruiken hiervoor. En het bovenoppervlak, dat ga ik vervangen door een zelf gecreëerd surface. Dus het oude, oh wacht, dat kan niet met de functie delete face overigens, omdat dat oppervlak al helemaal los in de ruimte hangt. Dus dan moet ik in dit geval de functie delete solid of surface voor kiezen. En dan kies ik dat deze surface body gedelete moet worden. Nou, die schets die we net hebben aangemaakt, daar maak ik een planar surface van. Nee, dat is trouwens niet goed. Ik ga eerst op het frontplane een nieuwe schets openen. En daar ga ik de bolling in definiëren. Ik teken een constructielijn ergens vrij in de ruimte, maar die geef ik vervolgens een piersrelatie met die contour die we hebben getekend. En dat doe ik aan beide zijdes. En dan teken ik een tweede constructielijn die ik precies haaks op die eerste zet. En die gebruik ik om de hoogte van de bolling aan te geven. En die maak ik in eerste instantie 1 mm. En dan geef ik met de functie 3-point arc teken ik een cirkelsegment ertussen. En dan kan de schets afgesloten worden. Nou, vervolgens selecteer ik die contour en kies de functie surface fill of filled surface. Ik moet hem opnieuw selecteren. En dan zet hij in eerste instantie een vlak daartussen. Maar als ik bij de constraint curves het cirkeldeel aanklik, dan krijgt dat vlak ineens bolling. En dan heb ik een licht gebold oppervlak gecreëerd. Nou, vervolgens kan ik weer met een lofted surface, hetzelfde als wat we net gedaan hebben, van de ene naar de andere rand een surface loft creëren. Met ook weer curvature constraints. En dan heb ik een hele mooie
mooie surface loft gecreëerd. Nou, als ik deze drie varianten van het paard nu alle drie wil behouden, dan kan ik met de rechtermuisknop Derived Configurations aanmaken. De eerste die noem ik Fillet. Die heeft hij al aangemaakt. Even kijken en dan suppress ik alle features die ik als laatste gemaakt heb. En unsuppress de fillet feature. En dan kan ik vervolgens een nieuwe derived configuratie aanmaken die ik loft noem. En daarbij zorg ik dat de features die ik gebruikt heb bij de loft, dat die unsuppressed zijn. En bij de derde configuratie, loft ball, zorg ik dat alle features behalve de fillet unsuppressed zijn. En op die manier kan ik zelf tussen de verschillende productvarianten heen klikken.